Nou, hier ben ik bijvoorbeeld op de welbekende site gps-tracks.nl en ik heb gekozen voor auto- en motorroutes in, in Duitsland. Uh, ik ga hier nou een, een route downloaden. Laten we zeggen, we pakken de nou, uh, Duitse rivieren. Ik kies nu voor downloadroute. Bij Mapsource koos je dan vaak voor openen. Dat doe ik nu niet. Ik kies nu voor opslaan. En eh, ik sla je ook op in een mapje dat ik makkelijk kan terugvinden. Ik heb dat mapje hier genoemd Download Routes, maar dat kun je ook een naam geven. Als je het maar in je computer kunt terugvinden. Ik kies nu voor eh, opslaan. Dat is nu gebeurd. En dan kies ik voor Map Openen. En ja, ik had er wat meer in staan. Maar in dit geval ga ik dus even het zipbestand dubbelklikken, oftewel uitpakken. Uh, herstel, ik moet dan even kiezen voor alles uitpakken. Nou, Dat doe ik dan in hetzelfde submapje en dan zie ik hier de verschillende bestanden. Ik zie dan aan de bestandsnamen dat het een wat oudere route is, maar dat is verder niet zo belangrijk. Nu staat dat bestand klaar als GPX bestand, CQ als GDB bestand. Nu ga ik naar uh, Basecamp en ik zal Basecamp nu even maximaliseren. Nu kies ik hier voor bestand importeren dus niet openen maar importeren. Nu moet ik even gaan zoeken naar waar ik hem gelaten heb. Download routes. Daar heb je Duitsland Duitse Rivieren en nu staat hij hier bij mijn verzameling. Even zien. Ja daar is een mapje gekomen en hier staat de veilige route. Als ik daar op klik dan komt hij hier beneden in beeld en dan kan ik nog kiezen voor weergeven op kaart. En wil ik dan de eigenschappen zien van deze route, dan zie ik dat hier totale afstand 296 kilometer. En dat is een kleine 6 uur rijden, denkt hij. Maar misschien dat je onderweg nog wel gaat lunchen of anderszins een terras gaat vinden. Enfin, um, dat doet er verder niet toe. Um, cruciaal is, je kunt dus een bestand, een gpx val van gdb-file, niet in één keer openen in MapSource. Je moet dat even importeren. Nou, dat is wel aardig. Nu ga ik Basecamp afsluiten. Dus helemaal terug naar nul. Als mijn computer tenminste een beetje wil meewerken, dan zou dat moeten lukken. Nu ga ik Basecamp weer opstarten. Bij wijze van spreken een dag later. En ik ga niks openen of inladen. Maar wat ik zie is dat die route die ik net heb gedownload, gewoon hier meteen weer in beeld is. En hij staat hier ook nog steeds. Maar ook het waypoint wat ik daar straks gemaakt had, waypoint Nottig, maar ook de route waypoint Nottig to enter, die is nog steeds in beeld. Dus met andere woorden, ik kan hier gaandeweg kan ik hier een hele collectie gaan opbouwen. Ik kan ook zeggen, ik ga hier een uh, nieuwe lijst toevoegen en ik uh, ga hier zeggen uh, uh, lenteritten. Uh, oh, moet ik het wel goed typen? Lenteritten, nou voorlopig is nog lang geen written, lente. Nou, die is nog leeg. Daar zit wel wat in, maar die uh, route Duitse rivieren, die wil ik in lenteritten zetten. Dan zie je dat er gekopieerd wordt en dan staat hij in die map. Hij staat zowel in Duitse rivieren als in lenteritten. En in mijn verzameling staan er nog een aantal andere uh, die ik nog niet heb gerubriceerd. Ik kan dus ook zeggen, ik ga een nieuwe map maken, uh, die heet uh, Waypoints. Daarin wil ik waypoints die ik veel gebruik, wil ik die gaan bewaren. Bijvoorbeeld mijn eigen adres, bijvoorbeeld de adressen van mijn maten waar we langs rijden om mijn route te plannen. Maar het kunnen ook de adressen zijn van de leuke terrassen onderweg of de leuke ontmoetingsplekken. En als ik nu weer ga naar mijn verzameling, dan kan ik ook, zoals in dit geval waypoint notter, kan ik ook gewoon verslepen en dan loslaten boven waypoints. En dan zul je zien, als ik deze map ga openen, dan staat daar één waypoint in, waypoint noter. Dus Basecamp kent zijn eigen database waarin je die gegevens kunt opslaan. En dat biedt nog een extra voordeel ten opzichte van Mapsource. Dat gaan we nu zien, maar dan ga ik eerst een toestel aansluiten. Nou, ik heb het toestel nu aangesloten en dan zie ik, nou even geduld, zie ik ook aan de linkerkant zie ik hier dat, dat toestel in, in beeld. Als dat toestel, zoals de Sumo 660, voorgeïnstalleerde kaarten bevat, dan zal de computer ook die kaarten van het toestel gaan uitlezen. En dat kan de eerste keer enige tijd duren. Dat heeft als voordeel dat het daardoor niet meer echt noodzakelijk is met een DVD kaarten op je computer te installeren of te unlock etc. Het is een kwestie van het downloaden van het programma Basecamp, het toestel koppelen, de eerste keer even geduld hebben en je kunt op je computer de kaarten uit het toestel gebruiken. Um, heb je nu al en ook je Navigator kaarten op de computer geïnstalleerd. Lekker houden zo. Um, de uh, bijvoorbeeld onroute uh, herstel, de Garmin fietskaart Benelux, die in de loop van 2011 verschenen is, die wordt alleen geleverd voor geïnstalleerd op een SD-kaart. Wil je daarmee op de computer routes kunnen maken, dan moet je wel met Basecamp werken en dan werkt het inderdaad op deze manier. Maar goed, dat is over de kaarten. Waar het nu om gaat, is de routes en de tracks, etc. Want als je nu links kijkt, dan zie je hier toestellen. En dan kan ik hier klikken op het toestel. En dan zie ik hieronder de inhoud van het toestel. Daar staan dus een aantal routes in, en er staan enkele waypoints in. Bij de meeste apparaten zul je daar veel meer in beeld zien. Dit is toevallig een apparaatje wat we even gebruiken om mee te testen. Um, ik heb ondertussen heb ik ook nog wat anders gedaan. Ik heb mijn verzameling een beetje uh, 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 georganiseerd en ik heb een mapje Duitsland gemaakt. En als ik daar op klik, dan zie ik hier zie ik een aantal routes in Duitsland. Nou, die Duitse rivieren, dat zag ik net al. Kijk, die staan al in het toestel. Maar ik heb twee nieuwe. De Kratermeren van de Eifel en de Lange Bochten route Hoensroek. En die wil ik ook allebei in het apparaat hebben. Nou, en dat kan ook vanuit Basecamp, Basecamp heel simpel. Twee manieren. Tenminste, voor zover ik nu heb ontdekt. Twee manieren. Ik kan gewoon uh, met de muis op die routenaam gaan staan. De linkermuisknop ingedrukt houden. En ik ga hem slepen naar het toestel tot ik hier een plusje zie. Dan laat ik de muisknop weer los. Dan zie ik hier een heel even een symbooltje verschijnen. Dan staat hier een groen balkje. Dat betekent dat het aan het overzitten is. Nu staat er een groen V'tje. En dat betekent dat die route is overgezet. Nou, eens even kijken, als ik nu klik op de zoom 66. En donders, daar staat lange bochten route uh, hoensroek. De andere manier, want ik zei al, er zijn twee manieren. Ik ga weer terug naar het mapje Duitsland. Ik zie hier de Kratermeren van de Eifel. Ik druk dan nu op met de rechter muisknop. En dan zie ik onder andere staan. Ik laat die muisknop ook weer los trouwens. Uh, verzenden aan. En hier kan ik dus zeggen: Ik wil die in een andere map gaan bewaren. Of ik kan die overzetten naar de Zoomo 66. En nu kan ik kiezen voor. Alle gegevens. Nou twijfel ik even of dat hij nu alle routes van mijn computer over gaat zetten of dat hij alleen maar die ene route meeneemt. Maar uh, die manier met het slepen, dat is wat mij betreft ook de meest handige en meest voorspelbare uh, manier. Nou, ik ben nu klaar. Ik ga nu weer even kijken in het, uh, in het toestel. En dan zie je hier dat ik inderdaad een aantal routes erbij heb gekregen. En vervolgens is het in het toestel weer op dezelfde wijze werken als voorheen. Tja, en dan aan het einde van dit verhaal, um, uh, voor wie nou denkt: van het uh, jonge jongen, wat een gedoe allemaal en wat heb ik daar nou aan. Uh, toch ook nog eventjes um, uh, uh, wat laten zien van wat ook echt wel logisch is. En wat gewoon heel functioneel is en echt een belangrijk pluspunt is uh, van, van Basecamp. Ik had het er al over: Basecamp onderhoudt zijn eigen database. Ik heb hier al een aantal routes in het mapje Duitsland gezet. Je kunt je voorstellen dat in de loop van de tijd die mapjes behoorlijk gevuld kunnen worden. Dus ik adviseer, ga daar een beetje beetje Gedisciplineerd mee om, maar dan kun je een enorme verzameling van aanleggen, die kun je apart backuppen enzovoort, dat is allemaal mogelijk. Um, maar je kunt je voorstellen dat op een gegeven moment een beetje onoverzichtelijk wordt hier linksboven. Nou, daarvoor heb je dan hier uh, een heel simpel pijltje. En als ik daarop klik, dan draait het om. Dan gaat de kaart naar linksonder en heb ik hier alle ruimte voor mijn waypoints, voor mijn routes, voor mijn tracks, voor van alles en nog wat. Nou, als ik dan hier de routes selecteer en ik pak hier de kratermeren van de Eifel. En ik ga dan zeggen, nou, ik ga eens even zoeken naar uh, onderdak. Uh, nabij. En dan kies ik dus hier, niet voor de kaart, maar voor de selectie. En ik heb nu de meer van de Eiffel geselecteerd. En ik laat hem nu zoeken. En kijk nou, ik zie in één keer de hotels nabij die route. En hier op de kaart, links onderin, zie ik het van dichtbij. En kan ik één voor één, kan ik die verschillende waypoints nagaan lopen. En als ik daar op dubbel klik, dan kan ik daar vast ook nog wel op een hele slimme manier een vierpunt van maken. Zodat de route daar langs gaat. Maar hoe dat gaat, dat zien we wel weer in een andere video. Voorlopig hebben we genoeg Basecamp gedaan voor één dag. Als aller, allerlaatste, nog één ding waarvan we het erg leuk vinden: dat Garmin op die manier computerjarrom. Computerjargon en GPS-jargon dicht bij elkaar brengt. Maar het is natuurlijk in werkelijkheid gewoon een vertaalfout. Maar als ik nou Basecamp wil afsluiten, en ik kies hier voor bestand, en dan hoort hier natuurlijk te staan afsluiten. In plaats daarvan staat er afslag. fijn, laat ik daar dan maar mee afsluiten. Bedankt voor het kijken.